We hebben een paar concerts en vandaag heb ik de eer om voor Ruud Hanau te mogen pitchen. En ja, als je gaat pitchen, ga je bij elkaar zitten, ga je gesprek aan. En wat me opviel is dat Ruud maakt sprookjes voor iedereen. Behalve voor zichzelf. Dus, zonder al te veel gedoe, ga ik nu even een sprookje vertellen. Ja. Over Ruud. Mooi. Oh, ik dacht dat ik geen bezem. Zo, ja, dat is geen bezem. Er liepen twee monniken langs het water. Een jonge monnik en een oude monnik. En de jonge monnik kijkt naar de oude monnik en zegt: meester, hoe komt het dat jij altijd precies de juiste verhaal vertelt op het juiste moment over de juiste persoon? Dus de oude monnik kijkt en zegt van: nou, daar heb ik een verhaal voor je. Er was ooit eens een koninkrijk, niet zo ver weg van hier en niet zo lang geleden. En daar hadden ze van die hele vreemde tradities, zoals 3 oktober en de purbakkentocht en zo. En een hele grote traditie daar was dus de boogschutterij. Iedereen was helemaal gek op. Iedereen die was gewoon bezig met boogschieten. Geen voetbal, geen Ajax, maar boogschieten. Hoe beter je was, hoe meer aanzien je had. En mannen, vrouwen, kinderen, allemaal waren ermee bezig. En dat was gewoon echt tot een kunst verheven. Wat gebeurde dan, zoals het hoort, bij elke koninkrijk, je hebt een koning en een koningin. En zoals het hoort, waren ze allemaal heel blij totdat ze een kindje kregen. En dan begon de ellende. Nou ja, goed, hij was een prima kind. Hij groeit op met pijl en boog. En nou, dat loopt allemaal super. Nou ja, die is lief en zoet totdat hij een puber wordt. En dan gebeurt dit. En een koninkrijk die ziet zak in huis, want die heeft internet ontdekt, die heeft een telefoontje bij zich, computer, PlayStation, nou ja, noem maar op. Maar Bas liet er ook maar. Dus pa, de koning, roept hem op. Hij zegt: jongen, je maakt me zorgen om je. En jij hoort, zoals het hoort in dit land, de beste boogschutter te worden. Dus die ga je sturen op een reis. Op een reis waarop je gaat leren boogschieten, je gaat de allerbeste boogschutter worden van het hele land. Nou, waarop de jongen die zei van: nou, niet zuren, gewoon doen. Paard de wagen, dus hij zorgt ervoor gewoon voor wat leuks. En de jongen zei: pa, de ballen, ik ga er vandoor. Dus die gaat gewoon zijn ding doen. En op een bepaald moment, door heel veel omzwervingen, andere landen en zo, dan komt hij dus bij de hogeschool voor boogschietkunst. En wat gebeurt daar dan? Nou, dat klopt, ja. Jongens, mijn pa die zeurt en ja, kom maar binnen. Nou, de jongen blijkt heel talentvol te zijn, want die wordt aangenomen in de opleiding. En hij leert van alles. Hij leert gewoon voor dat je ademhaling moet onder controle hebben. Hij leert dat je moet gewoon spannen voor het ontspannen. Hij leert gewoon van alle windrichtingen te schieten, op allerlei posities. En hij leert voornamelijk ook dat je niet moet loslaten als er geen pijl erop zit. Dat doe je zelf hier. Dus, maar goed, op een bepaald moment, na jarenlang te oefenen, blijkt dat hij heel verschrikkelijk goed is. Hij is gewoon zo goed geworden dat hij echt bijna nooit meer mist. Zo goed als nooit. Dus de leraar roept hem bij en die zegt van: kerel, je bent zo goed geworden, zelfs de leraren kunnen jou niet verslaan. Dus het is tijd. Het is tijd dat je naar huis mag gaan. Je bent geslaagd. Dus de jongen zegt: oké, de ballen, we zitten erop. Nou, hij pakt zijn wagen en opeens rijdt hij zijn land binnen. En wat gebeurt er? Overal wat hij kijkt, elke boom, elk huis, elke schutting, elk bordje, ziet een roos. Een boogschietroos erin. En op elke roos zit precies in het midden een pijl. Niet te hoog, niet te laag, precies in het midden. En hij denkt van: nou, dat is onmogelijk, want de enige die dat kan, ben ik. Wie is dat? Dus hij wordt heel boos, hè? En dan denk je van: stop de kaart, hij roept de mensen erbij. De mensen doen een beetje: ja, wat gebeurt er? Wie is daar geweest? Roep hem bij. Nou, de mensen: ja, weet je het zeker? Ja, roep hem bij. Ik moet hem gewoon bestrijden. Ik moet gewoon een wedstrijd doen. En, want we moeten weten wie het beste is. Oké, nou, dan gaan ze hem roepen.
En na een tijdje, de... Nee, dat gaat even langer doen. Dat is een voorbereiding. Na een tijdje, dan hoort hij gewoon gerinkel en kinderstemmetjes en lachen en er komt een meute op hem af. En nou ja, hij snapt er niet van. En opeens gaat het allemaal, de mensen gaan opzij, gaat open en wat ziet hij? Hij zit ernaar. En zegt jij aan de naar, haha, hallo, ik ben de naar en je bent zeker de prins. En de prins, hè? Maar goed, kom jij met mij booski te leren? Waarop de prins zegt van, ja, ben jij gek? Ik heb gewoon jarenlang gewoon mijn best gedaan. Je bent de allerbeste booschutter van het hele land geworden. Ga je mij vertellen dat je beter dan ik kan? Dat kan ik zeker wel en nog makkelijker. Maar de prins wordt steeds bozer, hè? Dus op een bepaald moment zegt van, hoe doe je dat dan? Ik doe het andersom. Wie was dat? Oké, okay, dat is een mooie pauze. Dat vind ik wel mooi, dat is gewoon wel goed tijd, want je moet natuurlijk ook iets over Ruud vertellen. Ja. Wat gebeurt er? Nou ja, als je over Ruud hebt, heb je het over ruudgenaal.com. En kom staat voor, oh, ik hoop dat het goed is gegaan. Nou ja, dat is gewoon de vertaling van McNair Words. Je hebt het over communicatie. En als je over communicatie praat met Ruud, hij is heel serieus met communicatie. En voornamelijk met digitale communicatie. En digitale communicatie kan je denken aan websites, waar die gewoon heel goed in is. En voornamelijk animatiefilmpjes. Ik zeg animatiefilmpjes, maar het zijn animatiefilms, want die zijn gewoon echt kunstwerkjes. De animatiefilms kan je inzetten, jammer. bijvoorbeeld als je je bedrijf wil presenteren, als je je product wil gewoon presenteren of vertellen of, je, of het nieuwe product is, als je dingen wil uitleggen bijvoorbeeld, of als je wil personeel werven, nou, you name it, je kan een animatie voor inzetten. Dat is wat hij heel goed in is. Als je over Ruud hebt, heb je het over zijn kwaliteiten. En Ruud heeft heel veel kwaliteiten. Die staat te veel te noemen in één keer, maar wat mij echt altijd opvalt is dat hij altijd super strategische methodes werkt. Als je met hem werkt, die zet allemaal heel goed op een rij en hij zoekt het, allemaal goed uit en hij voert het gewoon volgens zijn methode uit. Hij is ook vreselijk nieuwsgierig, hij vraagt je van alles zodat hij zijn product heel goed op je af kan stemmen. Wat we allemaal weten is dat Ruud echt een begenadigde taalkunstenaar is. Die kan ontzettend mooi Nederlands toveren, dus dat vind ik heel mooi als buitenlander. En met name, wat ik zelf heel mooi vind, is Ruud zijn humor. Ja. Geweldig. Even laatste slide dan. Wat is Ruud op zoek? Nou, na jarenlang zijn ABC, wat hij noemt zijn ABC, adviseurs, behandelaars en coaches. Ruud is precies op zoek naar middelgrote bedrijven. Want hij wil zijn filmpjes mooier maken. Maar niet zomaar middelgrote bedrijven, maar hij zoekt middelgrote bedrijven die de wereld een stukje beter maken. Dat is heel belangrijk en ik vind dat heel veel over Ruud zeggen, hoe hij midden in de maatschappij staat. Nou ja, ik heb een beetje verteld wat Ruud doet zowat. Zijn jullie benieuwd naar het einde? Ja. 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 Okay. Ja. Dus de prins is zo boos. Die pakt zijn boog en zegt, als jij mij nu niet vertelt, ga je dood. Waarop de naar, nee, niet, nee, alsjeblieft niet, maak mij niet dood. Nou, dat ga ik me nu vertellen. Ja, wat gebeurt er? Je bent jarenlang mee bezig geweest om te leren booschieten. En je denkt dat je altijd goed doet. Maar je kan het beter, ik heb het geleerd en ik weet het beter. Nou, dan is het over nog bozer. Hoe doe je dat in godsnaam? Nou, zal ik je vertellen. Ik hoef niet jarenlang te leren. Ik doe het op mijn manier en het is ook goed. Dus ik schiet eerst en daarna ga ik naar de plek en schilder. Maar Roos er mee en ik mis nooit. Nee. Mooi, hè? Ja. Goed. Nee. Oh. Dan is de oude monnik klaar met zijn verhaal vertellen. En dan kijkt hij naar een jonge monnik en dan zegt, nou, zo vertel ik juist, precies het juiste verhaal, de juiste momenten voor de juiste persoon.
En de moraal van het verhaal is, jongens, Ruud is zowel de oude monnik als de naar. Want hij weet precies het juiste verhaal te vertellen op het juiste moment, met de juiste toonzetting. En vooral, hij weet heel goed bij de lijntjes te kleuren. Is out of the box denker en ik vind gewoon als je je product geweldig wil laten presenteren, moet je gewoon maar Ruud zijn. Dames en heren, dat we gedaan. Ja.